Hallo beste kijkers, Zakka er dan spreekt en welkom bij een nieuw concept. Dat heet Zakka's Opinion of Zakka's Mening of zo. Ik weet niet, ik heb nog geen naam kunnen bedenken. Als jullie hiervoor als jullie een leuke naam hebben, jullie mogen dat altijd in de comments schrijven. Het concept is eigenlijk heel simpel. Basically. basically. Ja, ik spreek Engels. Basically. Ik vraag jullie via mijn Instagram. Mijn Instagram is om mij een paar onderwerpen te geven waarover jullie willen dat ik mijn mening geef. Dus ik krijg een onderwerp en ik geef daar mijn mening over. Maar voor mij is het heel belangrijk dat het niet enkel mijn mening blijft. Dit concept is eigenlijk een conversatie tussen, tussen ons. Tussen ik en jij. Tussen jij en je buurvrouw en je buurman. Tussen je buurvrouw en je buurman. Tussen ons. Tussen ik en je hond. Woef, woef. Dus als jullie iets te zeggen hebben, laat het zeker en vast hieronder achter. Ik geloof in communicatie en met een goede communicatie kunnen wij een betere samenleving creëren. Aangezien dit de eerste keer is, heb ik zelf een onderwerp gekozen. Het onderwerp van vandaag is: Ga terug naar uw land. Eh, een mokak, een mokaksje, ga ga keer terug naar uw land. Eh, een mokak, eh oog in oog, hand in hand terug naar eigen land. Ik persoonlijk word er heel vaak mee geconfronteerd. En ik weet, misschien denken jullie dat ik, dat ik overdrijf of zo, maar, maar geloof me. Als je al zeven jaar lang op Facebook of YouTube ziet, geloof me, je wordt er redelijk vaak mee geconfronteerd. Ik ben vaak zulke reacties tegengekomen. Reacties als ga je naar land? Hey, kak, uh, je land? Hé mak, je stilt mijn job. Wat, wat grappig is. Het is nu zo gemakkelijk geworden om zulke uitspraken te doen. Ik weet nog toen Facebook echt bekend begon te worden, mensen maakten een, een fake Facebook profiel aan en schreven met die profiel racistische opmerkingen. Nu dat maakt echt niet meer uit. Ze hebben hun foto, ze hebben een foto van hun kindjes. Uh, hun telefoonnummer, hun adres, en dat allemaal naast een racistische opmerking. Mensen vinden het normaal nu. En zeker als, als hun comment dan ook eens likes krijgt, dan krijgen ze zo een, een boost. Zo van, hey, hey. Ze vinden dat normaal. Het is nu zo gemakkelijk geworden om zulke uitspraken te doen op social media. En ik word er vaak mee geconfronteerd. Maar ik moet wel zeggen, in real life, dus in het echt, ik heb dat nog nooit gehoord. Niemand heeft mij dat ooit gezegd. Misschien denken ze het wel, maar... Ze hebben mij dat nooit gezegd, ja. Misschien hebben de mensen met een grotere baard tot hier er meer last van. I don't know, maar kijk naar mij, kijk naar mij. Ik ben klein, ik ben kaal, ik heb een kleine baard. <laughs> ik ben niet echt intimiderend. En ik krijg ook vaak te horen dat ik er niet echt uitzie als Marokkaan. Maar eerder een, een Griek, of, of nog erger, een Spanjaard. mopken hè. Dus ja, ik ben een Marokkaan. En mijn naam in het Nederlands is Zakaria, met een lange A. In het Frans is dat eerder Zakaria. Met een korter A. En in het Marokkaans is dat... Ik weet dat Marokkaans geen taal is, oké. Okay, maar daar ga ik een ander filmpje over maken. Nu zeg ik gewoon Marokkaans omdat dat gemakkelijker is. In het Marokkaans is dat... Zekaria. Ben Benyehje. Dat is mijn familienaam. Ben -Yahye. Uit ervaring weet ik dat niet iedereen dat kan uitspreken. Die Benyehje. Zeg mij na. Jehje. <laughs> maar ik hoor al heel mijn leven lang Yahya. Ja, ja. Yahya. Niet Ben-nee-nee. Niet ben misschien, niet ben je daar, nee. Ik heb alles al gehoord. En als iemand die mop maakt, dan lach ik, maar gewoon uit medelijden voor jullie. Zekaria, ben jij. Ik ben hier opgegroeid en hier geboren op 1 januari 1992. En ik hoor jullie al. 1 januari? Is dat geen illegale datum? Nee. In mijn geval niet, want ik ben hier geboren in Vilvoorde om 6 uur s morgens. Ik ben een nieuwjaarskind en heel de wereld viert mijn verjaardag. Fun fact. Toen ik geboren was, waren er geen dokters aanwezig. Ze waren allemaal gaan feesten of bij familie. Ja, 1 januari, wa, wa, wat anders verwacht. Er waren wel dokters op wacht, maar die waren gekomen toen ik al geboren was. Mijn moeder werd geholpen door. Uh, in Frans zeggen we. La, la sage femme. Mijn moeder werd geholpen door. De voedvrouw. De voedvrouw. Mijn moeder werd geholpen door de voedvrouw. Vroedvrouw. Vroedvrouw. vroedvrouw, vroedvrouw. Vroem, 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 vroem in mijn nieuwe Bentley. 1 januari. Weet je wie dat er nog geboren is op 1 januari? Mijn opa. Maar ik denk niet dat dat een echte datum is. Nu dat ik eraan denk, mijn moeder is op 1 april geboren en dat is ook niet haar echte datum. En mijn neef op 1 februari. Hmm. Misschien snap ik wel waarom dat jullie denken dat ik een illegaal ben. <laughs> ik ben geboren in België en dat maakt mij automatisch Belg. Ik ben opgegroeid in België. Ik heb gestudeerd in België. Ik heb gegeten, gehuild, gelachen, gegeten. Ik zeg gegeten twee keer omdat ik graag eet in België. Maar ik werd islamitisch opgevoed. <laughs> Ga terug naar uw land. <laughs> oh. Kapot lachen. Weet je wat er grappig is? Als iemand me zegt: Ga terug naar uw land. Maar. Ik ken niks anders dan België. Bon, ik ken Marokko ook. Dat is. Dat is het land waar ik op vakantie ga. Ik ben daar twee à vier weken per, per, per jaar. Marokko is voor mij vakantie. Dus als iemand me zegt: ga terug naar je land, dan, dan wil ik gewoon naar die persoon kijken. Ze gewoon kijken. Zo van. Oké. Okay. En gewoon staan en staren. En kennen zo dat lachje zo. Als je als je, je buurvrouw of je buurman tegenkomt op straat, dan doet je zo: Hallo. Ik ga hopelijk nu iets bijleren aan de mensen die een beetje onwetend zijn, want die mensen gaan zich nooit in onze plaats kunnen zetten. Je moet weten dat wij, dus de, de Belgen met buitenlandse roots, dat wij overal buitenlander zijn. Wij worden zowel in België als in ons land van herkomst gezien als buitenlanders. En ik ben er bijna 100% zeker van dat elke Belg met buitenlandse roots dit meemaakt. Als wij in België zijn, worden wij gezien als buitenlander, van ga terug naar uw land. Als wij in Marokko, in mijn geval is dat Marokko, als ik in Marokko ben, dan word ik nog steeds gezien als buitenlander. Dan word ik gezien als, als iemand van ergarisch. Dat is wat wij zeggen, ergarisch. Dat is zo, hij komt van buiten, hij komt van het buitenland. Voor de Marokkanen heeft dat een positieve connotatie. Dus wij zijn de mensen van ergarisch. Dus niet van Marokko. En ik snap niet hoe ze dat doen. Ik snap het niet. Ik snap niet hoe, hoe een Marokkaan van, van Marokko onmiddellijk ziet... Dat je niet van Marokko bent. Ze zien dat onmiddellijk. Ik snap niet hoe ze dat doen. Echt waar. Uh, is het misschien de manier waarop we stappen, of de manier waarop we eten, of de, de, onze tanden, of de manier waarop dat we ons kleden, of de manier waarop dat wij, dat, dat wij onze, onze linker, linkerkant krabben met onze rechterhand? Zo, ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar ze zien het. En nu voel ik mee met de Belgen. Want een Belg kan het verschil niet zien tussen een Marokkaan en een Turk. Dan zijn ze verward. Maar hoe moet ik mij dan voelen? Ik weet niet hoe die Marokkanen van Marokko het doen. Zij zien het verschil tussen een Marokkaan en een Marokkaan. Hoe doen ze dat? Ze hebben sowieso een radar of zoiets. Dat kan niet anders. Dat kan echt niet anders. Ik ben dan ook een Belg met mijn roots in Marokko. Ik ben trots om zowel Marokkaan te zijn als Belg. Ik snap niet waarom dat sommige mensen daar zoveel moeilijkheden mee hebben. Ze willen maar niet snappen dat je trots kunt zijn om, om twee nationaliteiten te hebben. Bij hun is dat nee. Ofwel ben je Belg ofwel ben je Marokkaan. Er is no in between, maar, maar zo is dat niet. Ik ben nu eenmaal Marokkaan. Ik ben nu eenmaal, sorry, Belg met Marokkaanse rood. Trouwens, een andere fun fact. Als ik op vakantie ga pak naar Turkije bijvoorbeeld en iemand vraagt mij van waar bent jij? Dan zeg ik meestal, ik ben van België. Als ik bijvoorbeeld een online game aan het spelen ben, pak nu Fortnite en iemand vraagt mij online van waar bent jij? Dan zeg ik, I'm from Belgium. Yes. Ik leef in België nogmaals. Ik ben opgegroeid in België. Ik eet hier. Ik, ik leef hier in België. Dus als jullie me zeggen ga terug naar je land, dan I don't know what the f you're talking about. I, I don't know what the f you're talking about. <laughs> en trouwens, trouwens, dat is misschien een verrassing, hè? Huh? Trouwens, ja, yeah, dan mag jij ook terug naar je land gaan. Want ik ben er zeker van dat u over, 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 over Dat waren geen een mannetje. Huh? Surprise! Mijn klein, 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 klein kinderen, als, als ze niet kiezen om ergens anders te gaan wonen, als ze niet kiezen om, het, om, om te verhuizen naar een ander land, dat, dat zijn ook België Of dat je dat nu wilt of niet. Ik heb ook een klein experiment gedaan. Ik wou eerst naar buiten gaan en ik wou een simpele vraag stellen aan mensen. Ik wou hun vragen... Um, uh, hoeveel procent moslims denk jij dat er, dat er in, in België zijn? Dat is ook een vraag die ik nu naar jullie stel. Hoeveel procent moslims, zonder Google te gebruiken, denk jij dat er in België zijn? Hm? Hoeveel denken? Ja, onthoud dat. Ik wou eerst mensen op straat die vraag stellen, maar echt waar. Echt wel. Ik krijg, ik krijg gewoon camera aan te denken. Het, is, het was echt koud. Het was echt, echt koud toen ik dat wou filmen. Echt waar. Gewoon, ik kijk gewoon naar buiten en, en ik werd al verkade. hoe <coughs> heet je dokter? <coughs> ik ben verkade. <coughs> Doktersbrief. <coughs> Hashtag, hopelijk ziet mijn baas het niet. <laughs> maar no worries, want ik heb een experiment toch gedaan. In plaats van naar buiten te gaan, heb ik gewoon de vraag gesteld via mijn Instagram. Mijn Instagram is Zekaben. <laughs> en dit is wat ik via mijn Instagram aan mijn volgers heb gevraagd. Jullie moeten hierop antwoorden zonder Google te gebruiken. Ik ben research aan het doen voor mijn volgende filmpje. De vraag is heel simpel. Hoeveel procent denk je dat er moslims zijn in België? En ik zeg ook denk je, dus er is geen verkeerde antwoord. Zoals jullie kunnen zien heb ik enorm veel antwoorden gekregen. 230 om precies te zijn. Ik heb dan ook het gemiddelde berekend en ik kom op een gemiddelde van 30,41 procent. Dat is veel. Dat is meer dan dat er zijn. We overschatten het aantal moslims in België, is de titel van dit artikel gepubliceerd in de Standaard. Terwijl er in de werkelijkheid maar 7,6% zijn. Wat ik ook heb gemerkt is dat de Belgen met Belgische roots het gemiddelde zwaar naar omhoog hebben gehaald. Ze schatten meestal tussen de 30 en de 50%. Terwijl de moslims, de Belgen met, met, met moslim, de, de moslims van België, er het kortste bij waren. Dat was meestal tussen 5 en 15%. Waarom denken jullie dat het zo is? Ik denk dat de media hier een grote rol in speelt, maar dat is een onderwerp voor een ander filmpje. Nu is het aan jullie. Zijn jullie verbaasd van die 7,6%? Dachten jullie dat het meer of minder waren? Waarom wel? Waarom niet? Laten we weer een conversatie van maken. En moeten wij terug naar ons land? Vraagteken: Ik ben echt benieuwd naar jullie mening en laat jullie reactie hieronder. Laten we weer een conversatie van maken. Ik lees sowieso alles mee. Dit is de allereerste keer dat ik zoiets doe. Hopelijk vinden jullie het een leuk concept. Ik. I love it. Informatie opzoeken, mijn mening over iets geven, ik doe dat kijk, kijk graag. Als jullie dit een leuk filmpje vinden, laat dan zeker alvast een like achter en abonneert u. Dit was dan, beste kijkers, bedankt voor jullie aandacht en zoals altijd, just smile, peace and love.